Bij een beroerte raakt er in uw hersenen een bloedvat verstopt of er raakt een bloedvat beschadigd waardoor een bloeding ontstaat. Bij een beroerte is de kans groot dat uw arm of hand het dan niet meer goed doet. U heeft dan minder of helemaal geen kracht meer in uw arm of hand. Het bewegen gaat minder snel, minder precies of het gaat helemaal niet meer. U stoot bijvoorbeeld gemakkelijker een koffiekopje om. Ook kan het vastpakken van iets minder goed gaan. Is uw arm of hand na een beroerte gedeeltelijk of geheel verlamd, dan bekijken uw arts en oefentherapeut hoe ernstig de uitval is en wat de mogelijkheden zijn voor oefening of training van uw arm en hand. Samen met uw behandelaars gaat u een oefenplan maken om de arm en hand te trainen. Welke oefeningen vindt u fijn om te doen? Met welke oefeningen heeft u het gevoel dat u vooruit gaat? En het belangrijkste, welke oefeningen zijn gemakkelijk te doen voor u? Welke zijn moeilijk? En welke oefeningen gaan gewoon niet? Het gaat erom dat het oefenplan precies bij u past. Het gaat er ook om hoeveel inspanning u aan kan, of u zelf thuis de oefening kunt doen, of dat een therapeut u moet helpen. Het is dus een kwestie van samen zoeken naar de mogelijkheden. Een van de behandelingen die misschien bij u past, is armtraining. Bij de armtraining gaat het erom dat u bewegingen die niet meer goed gaan opnieuw aanleert. Ook een geheel verlamde arm of hand kan gestimuleerd worden. Dan gaat de verlamming niet over, maar uw arm en hand blijven soepel en verstijven niet. Bij de armtraining probeert u met beide armen en handen een aantal bewegingen te doen. Ook de gezonde arm doet dus mee. Het kan gaan om het buigen en strekken van een arm of het knijpen en loslaten met uw hand. Ook kunt u met uw gezonde hand uw verlamde arm stimuleren door daar verschillende bewegingen mee te doen.